Gisteren waren we nog in Noord-Limburg in Mook. Vandaag zitten we in Kerkrijk. 4000 deelnemers stelt deze optocht. Een gigantisch grote optocht met heel veel verschillende onderwerpen. Heel erg kleurrijk. Natuurlijk gaat het over Roda en over de plaatselijke politiek en de plaatselijke problemen. Maar de schitterende optocht, kijk zelf maar met ons met. Vanavond. Ja, dat is, maar dan wist ik alleen maar kinderen maar eens voet. Wie kunnen ze er vanavond? Dan krijg ik niets meer in. Dan krijg ik niets meer van mijn vuurwijs. Met een stoorborstel? Ja, of op 90 graden, denk ik. Maar dat wil hem niet meer. Okay. Dat allemaal een stroes krijgen. Dat makkelijk door die T7. Maar zeg, vul je makkelijk op je oren. Ja? Ja, ja, ja. Of zit je al allemaal te helder niet meer? Jawel, ik raad toch die T7's. Maar jongens, dat is niet de eerste van vandaag, hè, denk ik. Deze? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee. Voor de make-up. Op wie van glazen werken dan weg? Op wie van bekken? Shot je leg. Je zou het nu wezen. Echt niet. Oh, een hele hoop. Een hele hoop. We gaan door tot het gaatje. Hallo! Hey, hey, hey!
hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey, volgens mij heb ze gewoon als je het verkeerd zit, of niet? Sorry hoor, maar ik spreek in dialect. Volgens mij heb je ergens iets verkeerd zitten. Nee, ik ben dubbel uitgevoerd. Oké, dubbel uitgevoerd. Ja, dat is altijd beter. Altijd een reserve. En dan kun je je kerkraden laten zien. Ja, precies. Daarvoor kom ik naar kerkraden. Hallo! Kleine bijdrage misschien? Er moet nog opgeboet worden, zet van dit af. Loopt ze nog altijd zo bij je? Ik ben altijd op mee, altijd. Ja, maar loopt ze nog altijd zo bij je? Zo, nou, alleen met het koor is, met de warme zus hier langer. Dat pappen. Oh, dan helpt het mij, helpt het binnen. Ja, ja, laat maar hangen zo, niet waar. Hey jongens, dat speltje is toch al lang niet meer populair of al? Ja, dat is heel populair. Hallo! Die tas is die bedoelde nu volgens ons te vliegen. Nee. Ja, ja, ja. Ik heb de deksel op de vreugde opengemaakt. Ja, 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 ja. Oh, ik sta mijn vleetje aan te Hey jongens, ze zitten wel heel serieus naar te kijken, maar volgens mij is het wel echt land op dit moment, heb je Roda? Ja. Wat kun je dan doen? Ja, niks. Je gaat er geen club te naar het graaf dragen of al? Nee. Jongens, ik heb me eigenlijk voorstellen dat je al die vrouwen nu blieft vanzelf, jongen. Ja, ja, dat krijgt ze wel. Maar ze lijkt de vrouw nu oestukken. Ja, ja. Is het dan zo erg dat Kerkrooi niet meer in Roda geluift? Ja, met Thomas dan moet je leuven er 24 punten in te halen. Maar ik ben daar erg bang voor. En wat moest er dan met zo'n groot stadion? Je kunt er een veel beter grote beertent van maken dan, hè? Kiet de hand voor, dat gaat even kallen. Een grote beertent, dat wil je misschien nog eens zien. Vult hij een keer Kerkrooi vol te horen?
alles, ich höre alles hier in Kerkrade. Ich werde voll gemult. Voll gemult? Ja. Über Roda? Over Roda vooral, ja. En wat nog meer over? En over het kunningswerk, wat? Zilver, je groot zilverwerk en over de gemengde. Maar ook hier ook dingen zo van die privé dingen, wat? Dat weet je, klumpje werden veel geklauwd met kruidvat. Of dat de buurvrouw, dat die eigenlijk het leven doet met haar buurman, dat niet ook al je hoed. En wat doet je ermee? Acht jongen nemen of zwiegen? Ik onthoud alles. Ja. En ik kan zwiegen wie het graaf. Zelf allemaal wel beter, of nee, ik word maar oedelen. Toch wel? Jawel, jawel. Is dit niet zo'n moment dat je alles terug zal maken? Nee. Dat is alleen mijn voeten geven. In je oren binnen op de berg, daar is de stad die mij hier bent. Waar ik gespeeld heb in de zon, waar je mich die in wenschers hond. Waar had die spas en leef met plezier, en denk mich hier. Patrick de Veerde van de Vasteloosverein Kerschouw West. Patrick, de zus in de kleurrijke optocht neemt komen. Volgens mij moet hij dat toch wel goed doen? Ja, dat deed me goed. Met Mies wat hij meedrukt, had ik gisteren mijn eigen zoog al gezien. Dus het is allemaal schön, wenn ze langskomen en ze snappen zich daar en ze winken nodig. Dat is geweldig, eenmalig. Als prins in Kerkrooi is natuurlijk de schitterende titel. Ja, geweldig, geweldig. En sowieso al, ik ben er in november geproclameerd en dan is er februari. Heel veel zitzingen moeten bezoeken en of een, ik weet het allemaal. Mijn winter zonlicht door is en we gaan onze eigen opzoek, dat is het hoogtepunt. Dus die is het als koning is? Nee. Nee, van mij mag nog een paar dagen langer duren. Kerkrooi was het laatste station in 11 trek door Limburg, editie 2014. We hopen dat Gerig geamuseerd hebt. Veer gaan ze onder amuseren door ons onder de mensen te begeven. We wensen nog een paar schoonvastelovers doen. En op was morgen dus is alles weer voorbij. Amuseerig. Tot volgende keer.